Hallo allemaal, ik ben Patty en ik neem jullie de komende tijd mee in mijn strijd tegen de kilo's. En laat jullie natuurlijk ook andere dingen van mijn leven zien op Linda TV. Het was een rare week en jullie vallen er middenin. Want ik dacht dat een maagballon een optie voor mij zou zijn als hulpmiddel bij het verliezen van een aantal kilo's. Nou, daar heb ik het over. Een aantal kilo's. Dat begon met 10 kilo minder, maar ik kwam er al gauw achter dat er wel 20 kilo af mocht hoor. In Marbella ben ik in een kliniek ingecheckt, al waar ik onder een roesje een maagballon geïmplanteerd zou krijgen. En ik werd daarna wakker en zei, nou, ik voel helemaal niks. Zei die dokter, ja, dat klopt ook, want er zit niks. En wat bleek nou, ik had een maaghernia. En als je een maaghernia hebt, dan is de opening tussen je maag en je slokdarm vergroot. Waardoor je te veel zuur naar boven krijgt. Nou, dat klopt al, want ik was een behoorlijk zuur mens de afgelopen tijd. Maar ik dacht, ja, dat ouderdom komt met gebreken. Daar moet je dan ook maar mee leren leven. Nou, niets is minder waar. Die maaghernia kon wel verholpen worden. Maar ik kon geen maagballon nemen. Toen ik daar op de weegschaal ging staan, toen bleek dat ik maar liefst 97 kilo woog. Dat kan toch niet waar zijn dat ik de 100 ga aantikken. Lang verhaal kort gemaakt. Een maaghernia kan weggehaald worden door middel van een gastric bypass. Daarmee verklein je het gat van je maag naar je slokdarm. En je maakt met die omleiding gelijk je maag kleiner en eerder bij de darm. Dus wat je eet hier komt eerder in je darmen terecht. En word je niet meer dik van. Je kan die voedingsstoffen niet meer opnemen. Zoals je dat normaal doet, omdat dat dan die hele weg door die darmen niet meer hoeft af te leggen. En ik dacht, dat zijn twee vliegen in één klap. Dus na heel lang overpeinzen ben ik van de week onder het mes gegaan in België. Ik ben gepakt en gezakt. En we gaan onderweg naar Aalst. Het is niet eens voor het krieken van de dag. Het is gewoon binnen de nacht. Maar dat geeft niet. Vannacht nog wel een paar uurtjes in mijn eigen bed mogen slapen. En dat is me alles waard. Vandaag is de grote dag. Antoine bracht me. Daar was ik heel erg blij mee. Die is voor het eerst sinds 8 maanden teruggekomen naar Nederland. Het ziekenhuis in Aalst. Waar ik vandaag in behandeling ga. Kwamen in Aalst aan. Ik zag een gebouw, een betonnen blok. Het leek wel. Ik dacht, oh, wat een ziekenhuis. Als je dan net uit dat Marbella komt, waar alles lijkt op een soort van Riviera Maison toonzaal. Dan denk je echt, oh mijn god, ga je me hier achterlaten, Antoine? Ja, hij ging me daar achterlaten. Nou, daar lig ik dan. Ik lig eigenlijk te wachten op een nieuw begin, een nieuw leven. Nog 20 gezonde jaren noem ik het. Ja, en toen kwam ik weer bij. Op de uitslaapkamer hoorde ik een van de verpleegsters tegen een andere verpleegster zeggen, you're such a Casanova. Dus ik dacht, oké, het is duidelijk. In België waren we ook bekend. Maar dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom ik ook in Nederland niet geopereerd wilde worden. Want ik wilde dit eigenlijk helemaal voor mezelf houden. Waar het niet dat Linda weer op mijn pad kwam natuurlijk. En op een dag ga je dat toch zien. En om nou te zeggen, ik ga dit geheim niet met jullie delen. Ja, dat ben ik niet. Je weet dat ik een open boek ben. En dat ik alles vertel. En dat ik ook gewoon mensen wil helpen met dit verhaal. Mensen die obesitas hebben en ontzettend overgewicht. En waar ze hier in Nederland niet mee geholpen kunnen worden. Want ik kan je zeggen, in België gaan ze daar heel anders mee om. Je moet in Nederland een BMI van 40 hebben, wil je überhaupt in aanmerking komen voor zo'n gastric bypass. En ik had een BMI van 31, dus het was of taart erbij vreten of gewoon het op eigen kracht doen. Nou ben ik wel op eigen kracht begonnen, dus er was al 5 kilo af voordat ik het ziekenhuis in Aalst inging. En ik heb me geprobeerd te wegen voor jullie, maar dat was een gevecht om 4 uur 's nachts.
En laten we vanaf 4 januari rekenen ongeveer. Toen was ik 97. Nu ongeveer 93. En toen kwamen we de operatie uit. Naar huis. Nou, lekker naar huis. Het is grappig, hè? Dat er niks gebeurd is. Maar de gastric bypass was gedaan. Dan word je zo gelukkig dat je het aan hebt gedurfd, dat je het hebt gedaan, dat je weer thuis bent. Ja, dat je je lekker voelt. Heerlijk, de hondjes waren super blij dat ik er weer was. Wie is dat? Ik ben ook weer super blij dat ik hier ben. Dit is de 5e dag na de operatie. Morgen gaan we terug naar Ibiza. Ik voel me fantastisch. En ik ga jullie via deze vlogs op de hoogte houden van mijn bevindingen en mijn gewichtsverlies. En ik ga jullie in die tussentijd dan ook vertellen wie, bij wie je moet zijn. Zou je dit een keer willen laten checken? Dat je niet in Nederland in een molen van een jaar hoeft om psychisch begeleid te worden. Ik weet inmiddels wel dat ik te zwaar was. En ik weet dat ik elk dieet heb geprobeerd. Maar 20, 30 kilo gaat er niet zomaar meer af. En ik wil gewoon gelukkig en gezond oud worden. Nou mag ik, daar moest ik wel voor naar Aalst.